Hallo iedereen, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Julian en ik sta hier op het station van Turnhout, vlak over de grens met Tilburg in België. Sinds maandag 26 april zijn de grenzen met België weer open. Vandaag is het zaterdag 1 mei. Ik ga vandaag lekker een toertje maken naar België. Ik ga een kaartje kopen. Kijken jullie naar de intro. Het aanschaffen van een kaartje kan makkelijk bij de kaartautomaat. En daarna krijg je zo'n pakket. Dat is mooi dat de grenzen weer open zijn. Het is nu mogelijk om binnen 48 uur zonder registratie en een coronatest een bezoek te brengen aan België. Dus vandaag deze zaterdag 1 mei gaan we een lekker toertje maken met de trein. Zo, de trein is gearriveerd. Voor het eerste gedeelte van mijn reis naar België heb ik een klasverhoging naar de eerste klas aangeschaft. Want deze treinen van het type klassiek motorstil zitten super lekker. Maar de tweede klas is erg spartaans. Met deze Intercity gaan we naar Antwerpen Centraal. Een hele comfortabele rit aangekomen op station Antwerpen Centraal, hier op het middenste niveau. En mijn volgende trein gaat vertrekken van het bovenste niveau. Er zijn drie niveaus hier. Mijn volgende trein zal inderdaad vertrekken van spoor 2. Ontbijtje. De Intercity naar Poperingen. De trein is van de type MS-96, driedelige elektrische trein, een seconde 160. En dit is het meest comfortabele materiaal wat er in België rondrijdt. Met deze Intercity gaan we naar Gent-Sint-Pieters. Aangekomen in Gent-Sint-Pieters. Even een crusty chicken gehaald bij de Panos. Hier in Gent heb ik helaas niet heel lang de tijd. Ik zou hier graag een keer in de stad willen kijken. Dat doen we een andere keer, want mijn volgende trein gaat zo al. De S51 naar Ronse. Zo te horen is dit een dieseltrein. En met deze diesel S-trein gaan we naar Oudenaarde. Heel erg leuk ouderwets boeren diesellijntje dit op Belgisch Landschap. We komen nu aan in Oudenaarde, daar heb ik een aansluiting van 3 minuten op de Intercity in de richting van Dendeleeuw. Dus dat is een krappe aansluiting. Nou, bedankt dieseltjes. Door naar deze break. Vanaf hier in Oudenaarde reis ik weer tweede klas, dus tussen de plebs. Met deze Intercity gaan we naar Dendeleeuw. Aangekomen in Dendeleeuw. Kijk, Belgische toegankelijkheid. Vijftig minuten overstap hier in Dendeleeuw. Nou, het station van Dendeleeuw dat heeft dit aan sporen. En wat komt er? Niks! Tijd voor lunch.
Nou, we zijn naar spoor 9 gegaan voor de volgende trein. En de volgende trein is de eerste deze rover vandaag. Kut! Nu pas. Schiet maar lek. Met deze trein gaan we naar Geraardsbergen. Oeh, dit is niet best. Kijk, dit is gewoon een station hier in België. Dit kan toch niet meer? Nou, dat weer wordt er ook niet beter op. Overstappen in Geraardsbergen. Ik denk dat deze trein een minion had willen worden. Niet alleen rare vorm de treinen, maar als je hier ook als slechte weenzijd persoon naar een ander perron toe wilt, er zijn alleen trappen. Onze volgende trein gaat ook een D-Zero worden. Nou, wat ben ik daar blij mee, zeg. Dit is dan de stoptrein naar Quervy en met deze trein gaan we tot een Ad. Overstappen in een heel erg druk Ad. Dit is het stationsgebouw van Ad. Dit is Wallonië, Franstalig gebied. Ik wil hier zo snel mogelijk weg. Beste bak, Franse woordgrappen. Sluiting van de deur. Nu een keer tweede klas van de MS96. Dit is ook zeker niet verkeerd. Met deze trein gaan we naar Brussel Zuid. Ik ben aangekomen met deze comfortabele Deensneus op het station van Brussel-Zuid. Ik kwam aan op spoor 14 en mijn volgende trein vertrekt van spoor 20 en ik heb maar 10 minuutjes. Wat ik hier wel even heb gedaan is voor de rest van mijn rit eventjes weer een klasverhoging gekocht, dus ik kan weer eerste klas reizen. De trein komt er al aan, de eerste klasplaatsen bevinden zich in het tweede rijtuig. Comfortabele M6 dubbeldekkers. Met deze trein gaan we naar Antwerpen-Berchem. Aangekomen op het station Antwerpen-Berchem. In tegenstelling tot het centraal station is dit niet een mooi station, maar... Ik wil hier zo snel mogelijk weg. Intercity naar Turnhout. Ja, deze leuke dag zit er helaas bijna op. De trein die ik vanochtend als eerste had, heb ik nu als laatste weer terug naar Turnhout heen. Zoals het zonnescherpje staat, zoals ik hem heb gezet. Zo, we zijn aangekomen in Turnhout. Nou Julian, hoe ben je eigenlijk naar België gekomen? Nou, met mijn auto. Daarom begin ik de video ook hier, want het is echt het dichtstbijzijnde station in België vanaf mijn huis in Twente. En hier heb ik de auto ook weer staan. Hier sluit ik de video af. Vond je het leuk? Rondje treinen door België, ga je toch graag een keer zelf doen? Laat een blauw duimpje omhoog achter. Wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer op mijn kanaal hier beneden. Ik zie jullie graag de volgende keer weer. Later en addict.